Hallo, ik ben Guy Brams en ik begeleid jullie vandaag door deze webinar over e-learning, e-leren, e-learning, waarin we ons uh, vandaag speciaal richten tot werkgevers, opleiders en verantwoordelijke learning and development. 2021 moet het jaar van de opleiding zijn. 2021 moet het jaar zijn van de start van de Learning 20s. En het is de bedoeling dat we met een actieplan om e-learn e-leren een boost te geven dat we vandaag met deze webinar starten. Ik deel graag ook een aantal praktische zaken voor we echt beginnen. In de eerste plaats zal deze webinar maximum een uur duren. Je kan de webinar achteraf ook om die maand bekijken via de website vdab.be-webinars. En daar kan je alle andere webinars ook bekijken. En we maken van deze webinar ook heel graag een interactieve webinar. Een interactief verhaal waarin we ook graag uw vragen ontvangen. En dat kan u doen via de oranje stel een vraag knop die u ziet op uw scherm. Anderzijds gaan wij ook uw vragen stellen, omdat we graag uw mening kennen die we dan kunnen verder verwerken. In deze webinar. Qua inhoud, waar gaan we het vandaag over hebben? Wel, we starten deze webinar met de concepten levenslang leren en leercultuur. We gaan het hebben over e-leren of e-learning en de verschillende soorten die daarbij horen. En we eindigen deze webinar met een aantal good practices, concrete tips waar u als medewerker van een bedrijf of bezieler van opleiding mee aan de slag kan na deze webinar. Ik ga dit verhaal niet alleen brengen. Ik heb een gast uitgenodigd en dat is Ulrich Petré. Ulrich, welkom. Kan je jezelf even voorstellen voor onze kijkers? Ja, zeker. G. Ik ben Ulrich Petré. Ik ben een vakexpert ICT en digitalisering bij VDAB. Dus ik coördineer de opleidingsprogramma's op het vlak van digitale vaardigheden en 21e vaardigheden. Oké, okay, dankjewel Ulrich. Dag. Voor we eraan, nee, we kunnen er denk ik mee starten en dan ja, gaan we inderdaad starten met de concepten levenslang leren en leercultuur. Maar voor we in deze details duiken, willen we inderdaad heel graag, al, heel graag al een eerste polvraag stellen aan u. En dat is de volgende vraag. Zet uw bedrijf vandaag al in op levenslang leren? Je mag de begrip, of het begrip levenslang leren zelf invullen zoals je het zelf. Wil. Maar zet jouw bedrijf of organisatie vandaag al in op levenslang leren. En dan zijn er vier antwoordmogelijkheden. Eén. Nee, we doen dat nog niet. Twee, ja, we zetten al in op levenslang leren, maar heel recent sinds COVID en dan praten we voorjaar 2020. Derde antwoordmogelijkheid is van ja, we zetten inderdaad in op levenslang leren, maar we doen dat minder dan vijf jaar. En de vierde mogelijkheid is ja, we zetten in op levenslang leren en we doen dat al langer. Ik ga ze voor alle zekerheid heel kort even herhalen dat u tijd hebt om te antwoorden. Nee, geen levenslang leren in ons bedrijf. Ja, maar kort, sinds het voorjaar 2020. Drie, we doen het al een tijdje, maar minder dan vijf jaar. En vier, ja, we doen het al langer dan um, vijf jaar. In afwachting dat u kan antwoorden. Ulrich, toch even een vraag. Ken je een mooi voorbeeld van een bedrijf dat levenslang leren al toepast? Ja, we, zitten, we werken er allebei bij, bij VDAB. Levenslang leren, dat zit in onze missie, in onze visie. Ook e-leren. Wij hebben een heel groot aanbod aan e-leren. Met de bedoeling mensen te begeleiden, opleiden. in het vinden van de juiste job, eigenlijk. Ja, oké, okay, inderdaad. En dat levenslang leren, Ulrich, waarom is dat zo belangrijk? Ik ga daar de waarom vraag, inderdaad, is een heel goede vraag. We gaan daarmee beginnen. En als je kijkt naar onze 21ste eeuw, we zitten met heel veel uitdagingen die razendsnel en gelijktijdig op ons afkomen. We zitten eigenlijk in een overgangsfase van een, een ene samenleving naar een digitalere samenleving. En ik ga hier een aantal voorbeelden geven van uh, uitdagingen waar we mee te maken hebben, van maatschappelijke thema's waar we mee te maken hebben. Zo is bijvoorbeeld klimaatverandering, een uitdaging. Globalisering, de bevolkingsgroei die steeds meer groter wordt, die steeds meer stijgt en die ook steeds ouder wordt. Uh, migratie is een uitdaging. Mobiliteit. En zeker ook niet te vergeten. Digitalisering. Het wordt ook wel automatisering, algoritmisering of robotisering genoemd. En al die uitdagingen die komen razendsnel op ons af, maar die komen ook vaak hand in hand op ons af. Ik geef daar een voorbeeld van, klimaatverandering. En migratie. Boeren in het oosten, Midden-Oosten, in Afrika, waarvan hun oogsten constant mislukken. Ja, en die willen hun gezin blijven onderhouden, die willen in leven blijven. Ja, daar zijn er bij die beslissen om te migreren naar Europa. Maar zo ook globalisering en digitalisering. Ik denk dat iedereen wel de voorbeelden kent van Netflix, Spotify, waarbij je wereldwijd een aanbod van tv-series, van films, van muziek kunt luisteren, waarbij je. Als je kijkt naar de jaren negentig, uh, toegewezen waard om naar VTM en VRT te kijken, nu kun je zelf kiezen wat je kijkt. Dus dat, heeft een, dat is een uitdaging voor heel veel bedrijven. Uh, en zo ook de bevolkingsgroei. Hè. Er komen steeds weer, weer mensen op aarde. En dat zorgt ervoor dat er ook steeds meer, meer mensen op de wegen komen. En dat zorgt dan voor mobiliteitsproblemen. Wat u nu opsomt zijn eigenlijk een aantal maatschappelijke veranderingen. Zelfs op mondiaal niveau. Hoe leg je nu de link eigenlijk naar learning en development? Ja, We gaan daar verder op ingaan, zo dadelijk. Uh, maar je ziet dus dat al die uitdagingen, dat organisaties daar een antwoord moeten op vinden. Uh, denk maar aan inclusief uh, beleid, uh, diversiteit, genderneutraliteit. Er zijn nog voor uitdagingen waar je mee te maken hebt. Dus organisaties gaan op zoek moeten gaan naar antwoorden. En dit heeft dan te maken dat je mensen uh, nieuwe vaardigheden gaat moeten aanleren. Maar daar komen we zo dadelijk verder. We zitten met andere woorden in een periode van change, van verandering. Maar we zijn recent wel wakker geschud. Inderdaad. Hè. Uh, maart 2020, ik kan het mij nog uh, heel goed voor het geheugen halen. Sinds 13 maart 2020 eigenlijk zitten we in een soort lockdown. Hè. Daar is COVID-19 opgetreden. Uh, die heeft ons een wake-up call gegeven. En heeft een gigantische impact gehad op, op de ganse samenleving. Niet alleen op ons land, maar op de ganse wereld. Dit heeft angst en onzekerheid gecreëerd, heeft negatieve veranderingen met zich meegebracht. Denk maar aan slaapproblemen, concentratieproblemen, hamstergedrag. Het wc-rollenverhaal uh, zal iedereen zich nog wel herinneren. Maar op dat moment moet je ook het positieve zien. Op dat moment, in die donkere tijden, is digitalisering ook als redder in nood opgestaan. Want dankzij digitalisering zijn we uiteindelijk niet in dat diep zwart gat gevallen. Uh, was dat wel geweest, dan hadden we het er nog slechter van uh, er nog meer van afgezien eigenlijk. Hè. Dus dankzij digitalisering en de samenwerking tussen mens en wetenschap en technologie, hebben we toch enigszins ons normale leven kunnen blijven leiden. Uh, en dat zag je ook aan de cijfers. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het online koopgedrag uh, tijdens de coronalockdowns, steeg dat tot 45% meer uh, dan ervoor. Ook het werken op afstand, hè, waar in verleden. 1 uh, op vijf medewerkers slechts één of twee dagen van thuis uit gingen werken, was dat nu in één keer 50 procent. De helft van alle werknemers die van thuis uit gingen werken in België, waarvan zelfs één op vijf voltijds van thuis uit gingen werken. Ik zat daar bijvoorbeeld bij, ik weet niet of jij dat ook was. Ja. Voilà. Uh, ook het afstandsonderwijs. Hè. Het onderwijs is ook in lockdown gegaan. Daar zijn ze op, uh, naar virtuele klaslokalen overgestapt. Uh, en dat is ook blijven hangen. Sommige scholen blijven daar uh, verder mee aan de slag gaan. In het gemeenschapsonderwijs zijn er voorbeelden waarvan ze het vijfde en zesde leerjaar één week op zes van thuis uit gaan laten leren. En zo heb je genoeg cijfers die aantonen dat COVID-19 eigenlijk onze samenleving versneld heeft op het vlak van digitalisering. Ja, oké. Okay. Nu, in dat verhaal zijn bedrijven natuurlijk ook niet blijven stilstaan. Uh, die zijn ook massaal digitaal gegaan. Wat logisch is, hè, want eerst als een antwoord op de crisis, maar dat is dan ook een, een norm geworden bij heel veel bedrijven, omdat ze daar ook de voordelen van zagen qua digitale transformatie. En dit heeft grote gevolgen gehad, en nog altijd, voor de manier waarop bedrijven met partners, met klanten, met medewerkers in de toekomst zaken zullen doen en zullen gaan samenwerken. Um, en die bedrijven, wat hebben ze gedaan? Ze Zij zijn massaal technologieën gaan adopteren. En daar zie je dat uh, de top 5 eigenlijk is van adopties van technologieën, dat die bestaat uit cloud computing, big data toepassingen, IoT, cybersecurity, cyberveiligheid en artificiële intelligentie. En daarnaast zijn er nog vele andere technologieën die potentie hebben om heel de economie te gaan disrupten, te gaan ontwrichten. Denk maar aan 5G, 3D-printing, robotics en dergelijke. Dus COVID-19 heeft dat versneld en dat gaat niet weggaan. En van qua versnelling gesproken, als je kijkt naar de cijfers, die McKinsey heeft gedaan, ze hebben een onderzoek gedaan, op zeven maand tijd, is in, in oktober 2020, in zeven maand tijd is de digitalisering van producten en diensten met zeven jaar versneld. Dus op zeven maand tijd gaan we in één keer een sprong maken van zeven jaar. In Europa, in Azië was dit zelfs tien jaar. Dus uiteindelijk heeft COVID ervoor gezorgd dat we inderdaad de technologie die al beschikbaar was veel sneller zijn gaan implementeren, omdat het nodig was om toch te connecteren met elkaar. Ja, want als we inderdaad technologie niet hadden, ja, dan hadden heel veel bedrijven platgelegen. Ja. Hoe vertaalt zich dat dan naar de arbeidsmarkt? De toekomst, we zitten eigenlijk op dit moment, kunnen we geen betere tijden hebben om in te leven, eigenlijk. Door de implementatie van technologieën. Ja, zijn bedrijven nieuwe jobs gaan uh, uh, creëren. Eigenlijk, hè. Denk maar aan een dronepiloot. Dat bestond tien jaar geleden niet meer. De inzet op digital marketing, de social media managers allemaal. Dat zijn allemaal jobs die tien, twintig jaar geleden niet bestonden. Maar we, zitten eigenlijk ook in, we kunnen eigenlijk ook geen slechtere tijden hebben om in te leven. Want wat doen die bedrijven? Ja, die gaan, om aan die, uitdagingen, om aan die uitdagingen antwoord te geven, gaan ze naar hun personeelsbestand gaan kijken en gaan er structureringen gebeuren en gaan er spijtig genoeg ook jobs gaan uh, sneuvelen. Dus dat zorgt voor een ontwrichting van die ganse arbeidsmarkt. En we hebben dat al eerder gezien in 2008 met de bankencrisis, waarbij spijtig genoeg heel veel mensen in de bankensector hun job verloren hebben. Maar heel veel van die mensen hebben wel ondertussen een nieuwe job gevonden in een andere sector. Dus het positieve en het negatieve zit aan elkaar verbonden. En we gaan dit ook meemaken post-corona. Er zijn onderzoeken geweest, waaronder McKinsey, die de impact van COVID-19 op de arbeidsmarkt aantonen. Ik ga daar een aantal voorbeelden geven. Gip. Bijvoorbeeld het werken op afstand. Virtuele vergaderingen, dat gaat een blijver zijn. In mindere mate dan nu, want ik ben het een beetje beu van altijd voor een camera te staan praten, eerlijk gezegd, en uw collega's van op afstand te zien. Maar dat gaat een blijver werken. En door het werken op afstand gaat er sowieso minder woon-werkverkeer zijn. En dat gaat ook een impact hebben op de ganse uh, horeca. Want je gaat minder meeneemkoffies gaan aanvallen, minder belegde broodjes gaan eten, minder zakenlunchen. Dus daar gaat er waarschijnlijk jobverlies zijn. Maar ook in de reissector is er het voorspeld dat er 20% minder zakenreizen zullen zijn. Dus dit gaat een impact hebben op de jobs in de reissector, bij luchtvaartmaatschappijen, bij uh, taxis, hotels en dergelijke. Dat is een eerste trend. Een tweede trend dat we zien is uh, e-commerce. Dat gaat ook een blijver zijn. We zijn gewoon geworden van dingen te kopen en morgen in huis te hebben. En dit gaat een positieve impact hebben op heel de sector van transport en logistiek. Daar gaan veel meer jobs ontstaan, waar ze bijvoorbeeld meer pakketjesleveranciers uh, nodig hebben. En een laatste voorbeeld dat ik wil meegeven is de automatisering. Aangezien we niet allemaal gelijktijdig op dezelfde werkplek mochten zijn, wegens de regels, de afstand van een meter en een half en dergelijke, zijn bedrijven gaan automatiseren. Bedrijven, fabrieken, supermarkten, zelfs callcenters zijn gaan automatiseren. Dat zijn dingen, investeringen die niet gaan verdwijnen, maar die er wel gaan voor zorgen dat er jobs gaan, gaan sneuvelen. Ja, dus je ziet wel, er is een heel veel verandering die op ons afkomt. Ons arbeidsmarkt ontwricht zich een beetje. Dus mensen gaan... Op zoek moeten gaan naar een andere invulling van hun takenpakket. Want die worden overgenomen door digitale technologieën, bijvoorbeeld. En daar komt dan ook een mix van nieuwe vaardigheden naar boven en van een nieuwe mindset. Dus je gaat oude overtuigingen, belemmerende overtuigingen misschien, gedragingen moeten loslaten om in je eigen, eigen job te kunnen groeien. En je gaat ook nieuwe mix van vaardigheden moeten aanleren om in die job te kunnen blijven uh, verder werken. Dus we zitten eigenlijk in een nieuwe mindset, in een digitalere mindset. We ook, zitten ook in een digitalere skillset. Ik denk dat bedrijven de noodzaak van die aangepaste mindset of skillset zien, want dat is de basis voor hun toekomstige groei. Dat is ook de basis om een klantenbinding te gaan verwerken. Maar wat met, uh, met medewerkers, en dan koppel ik er ook meteen een vraag bij van een van de kijkers. Werknemers moeten ook die mindset bij zichzelf aanpassen. En als ik het dan goed begrijp, dan, ja, dan gaan niet alle medewerkers dat kunnen. Heb jij met andere woorden advies voor bedrijven om hun medewerkers mee te krijgen in dat digitaal verhaal? Ik heb geen antwoord. One size fits all, dat mm -hmm. bestaat niet. We gaan op zoek moeten Ieder organisatie, voor zich hoe dat aan zich aanpakt. Maar ik zal later wel een aantal tips meegeven in de loop van de webinar waar je mee aan de slag kunt gaan, uiteraard. Okay. Maar je ziet wel heel duidelijk dat. Dit een, dat er een noodzakelijke stap genomen moet worden en dat het continu bijscholen, omscholen van werknemers, dat dat moet gebeuren op de werkvloer en niet in een opleidingslokaal of bij enkel en alleen opleidingsverstrekkers. Ja, dus als ik het eigenlijk samenvat, dan is de wereld rondom ons heen heel erg veranderd. De maatschappij is veranderd en het gemiddelde profiel van de gemiddelde werknemer gaat ook veranderen door de tijd. En daardoor is er een, een noodzaak tot Omscholing tot bijscholing, eenmalig of permanent? Continu. Want je hebt al die uitdagingen, ze komen op ons af. Ze gaan niet allemaal op dezelfde snelheid op ons afkomen. En voor de ene sector gaat het sneller zijn dan voor de andere sector. Organisaties gaan er ook niet allemaal op dezelfde manier op, op, op reageren. De ene organisatie is innovatiever dan het andere of heeft meer budget dan het andere. Dus het zit allemaal op verschillende niveaus. Dus het gaat inderdaad continu moeten gebeuren. Ja, Oké. Okay. Hoe kan je dan levenslang leren omschrijven? hebben daar een goede definitie voor. Hè. Levenslang leren is eigenlijk een leven lang, het woord zegt zelf, op zijn minst een loopbaan lang, dat je vrijwillig vanuit eigen motivatie, dat kan zowel intrinsieke als extrinsieke motivatie, kennis, competenties, vaardigheden gaat ontwikkelen om zowel professionele als persoonlijke doelen te gaan bereiken. En qua eigen motivatie, om daar even op in te gaan, ja. Ja, daar zie je bijvoorbeeld een carrière switch. Dat kan een heel goede motivatie zijn om iets nieuws te gaan leren. Uh, het kan ook zijn, ja, ik, moet lang, ik moet langer gaan werken, ja, ik wil iets anders gaan doen, ik wil financiële zekerheid of ik wil uit mijn gouden kooi stappen. Iedereen heeft zijn eigen beweegreden, zijn eigen motivatie om daarmee aan de slag te gaan. En welke zijn dan de voordelen van levenslang leren? De voordelen die zijn er niet alleen voor werknemers, die zijn er ook voor werkgevers en voor de ganse maatschappij. Dus als je kijkt op microniveau naar het individu, ja, door continu uh, te gaan bijscholen, te gaan omscholen, ga je eigenlijk werk maken van een duurzame loopbaan. Dan ben je zeker dat je eigenlijk aan de slag blijft. Um, werkgevers die hebben er ook alle belang bij om te investeren in levenslang leren, want dat gaat zorgen voor levensvatbaarheid van hun organisatie. Um, en dan op uh, maatschappelijk niveau, op het macroniveau, ja, dat zorgt voor een sterkere economie, voor economische groei. Want als iedereen blijft leren en we kunnen heel veel jobs invullen, ja, dan is dat voor, gaat iedereen daar ook het profijt van hebben. Ja, begrijp ik. Maar hoe ga je dan levenslang leren introduceren in een bedrijf of een organisatie? Ja, sowieso, het is geen verantwoordelijkheid van alleen het individu. Het is ook, de verantwoordelijkheid ligt zowel ook bij werkgevers als bij de overheid. Zij spelen een cruciale rol in het bijscholen, het omscholen uh, van hun mensen. En dat gaat geen eenvoudige opgave zijn. Uh, maar als je levensvatbaar wilt blijven als organisatie, dan moet je gaan inzetten op dat menselijk kapitaal. Dus dan moet je mensen nieuwe vaardigheden gaan, bij, gaan bijleren op het werkzet. En de toolset hiervoor noemen we een leercultuur. Dat kan ook, er zijn andere namen voor, leerlandschap en dergelijke. Maar als organisatie heb je het er alle baat bij om in te zetten op een duidelijk en een helder beleid van levenslang leren, waarbij het delen van kennis eigenlijk centraal staat. Ik kan hier een aantal voorbeelden geven van, van voordelen van het inzetten op een leercultuur naast de nieuwe vaardigheden. Is een ander voordeel is de vergrijzing. Als je kijkt naar onze maatschappij, de babyboomers gaan steeds meer op pensioen. Per 100 babyboomers die op pensioen gaan, zijn er slechts 82 instromers vanuit het onderwijs. Dus daar zit je al met een kloof van 18 mensen. Als je daar niet gaat inzetten op levenslang leren, dan gaat die kloof alsmaar groter worden. Maar levenslang leren en een leercultuur zorgt ook voor meer betrokkenheid bij je werknemers, meer jobtevredenheid en motivatie bij je werknemers. Dat is het mindsetverhaal dat hier naar boven komt. Je gaat ook veel sneller technologie gaan adopteren en je gaat ook de juiste mensen gaan recruteren. En er zijn heel veel onderzoeken geweest naar het inzetten van een leercultuur. Maar als je dit, een leercultuur op de juiste manier in gaat zetten, gaat dit leiden voor je organisatie, voor meer productiviteit? Een betere kwaliteit van uw dienstverlening, meer in innovatie, grotere klanttevredenheid, een marktgroei en ook heel belangrijk veel minder personeelsverloop. Dus eigenlijk is levenslang leren en een leercultuur een soort overlevingsstrategie van elk bedrijf in de 21e eeuw. Als je een toekomst wil hebben op de markt, dan moet je dit gaan doen, want ja, ze, ze liggen niet allemaal te rapen op straat, hè, het personeel. Ja. Dus uh, dat is een uitdaging voor de organisaties. Ja. Oké, okay, goed, dankjewel. Laten we even gaan kijken naar de resultaten van de poll, want die zijn ondertussen ook binnengekomen. De vraag die we gesteld hadden: zet jouw bedrijf al in op levenslang leren? Nee. Ja, op korte termijn, of minder dan vijf jaar of meer dan vijf jaar. En dan zien we, en ik ga even kijken bij, het antwoord, of bij de antwoordmogelijkheid A, is ruim een vijfde van de mensen nog niet bezig met levenslang leren. Een vijfde van de bedrijven, tenminste, die aanwezig zijn wat inderdaad ook nog een bepaald gewicht heeft, want ja, dat betekent dat daar nog wel wat groeipotentieel is. Als we kijken aan het andere spectrum, ja, dan zegt ruim de helft, en dan zitten we op 55% van de mensen die antwoorden, ja, we zijn al meer dan vijf jaar bezig met levenslang leren, wat langs de andere kant inderdaad een, een hele mooie vaststelling is. Minder dan vijf jaar is ook ongeveer een vierde, en het is een hele kleine fractie van uh, mensen die hebben deelgenomen aan deze pol die inderdaad zeggen van, ja, wij zijn inderdaad be bezig met levenslang leren, en COVID was de trigger. Ja. Dus dat, dat stelt mij voor een stuk gerust, dat er inderdaad al een zekere mindset aanwezig was, en dat het concept van levenslang leren misschien niet ongelooflijk gegroeid is, maar wel de digitalisering die er rond zit. Goed, nu we begrijpen wat um, levenslang leren en leercultuur zijn, hoe gaat de werknemer zich dan omscholen? Een van die vormen is e-leren. Mm -hmm. En daar wil ik even uh, de volgende slide bij laten. Dus als je naar levenslang leren en naar een leercultuur wilt gaan, ja, dan ga je ook andere manieren van leren moeten gaan toepassen. En ga je niet kunnen beperken tot enkel en alleen dat traditionele leren. Uh, dus je gaat naar flexibelere manieren moeten gaan waar je rekening houdt met een integratie van het leren, het werken en het leven. Het moet niet allemaal in een klaslokaal om het even te schetsen, als je kijkt naar de, de, de afbeeldingen, traditioneel leren, ja, dat is de klassieke leermethode die we allemaal van vroeger wel kennen, waar sommige mensen zelf angsten van overgehouden hebben. En dat is je, zet, je zoekt een lokaal, je pakt een lesgever, je zet die vooraan in de klas, je geeft een PowerPoint-presentatie of een bord uh, voorop te schrijven en die brengt zijn lesinhoud over uh, aan de deelnemers. Dat is traditioneel leren. Deelnemers hebben hier eigenlijk weinig invloed op, op, op heel dat, om de, heel die manier van leren. Ze kunnen het tempo niet bepalen vaak. Ze kunnen ook niet bepalen welke leerstof aan bod komt. Dus daar zitten heel veel beperkingen op. Dus je moet gaan naar flexibelere manieren van leren. Een voorbeeld daarvan is e-leren, maar je hebt ook web, uh, hybride leren werkplek leren en er zijn nog vele andere vormen. Uh, in de volgende webinars op 20 september en 30 september gaan we verder in op andere vormen, uh, waaronder hybride leren. Dan komt Bart Boelen in de studio van UCLL ons wat tips en tricks daar rondgeven. En we nodigen volgende week bijvoorbeeld ook Katja Schipperijn uit om het te hebben over leercultuur en leerlandschappen en andere vormen van leren uiteraard. Als we het hebben over e-leren, Ulrich, voor alle zekerheid, dan praten we eigenlijk ook over het concept e-learning, wat wat beter ken, gekend is in de volksmond. Inderdaad, e-leren e is de, de Vlaamse bewoording, ja. laten we het zeggen, van okay. e-learning. Um, en daar bestaan heel veel definities rond. Maar binnen het departement van Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid en ook bij VDAB hanteren we een zeer brede definitie. En dat is hetgeen wat je hier ziet. Een leren- of leersituaties creëren met behulp van ICT en in het bijzonder het internet. Dus eigenlijk is e-leren de overkoepelende term voor zowel blended leren als online leren. Blended leren, om dat even toe te lichten, dat is een combinatie waarvan face-to-face -face momenten met een online component. Denk maar aan online quizzen, online polls, interactieve video's, QR-codes die op machines plakken en dergelijke. Dat zijn vormen van blended leren. Online leren, online leren dat is eigenlijk het afstandsleren die quasi volledig van op afstand gebeurt via een computer, met een internetverbinding. En waarbij het aantal contacten face-to-face -face tussen lesgever en deelnemers heel beperkt is. En dat is een online cursus, uh, wordt dat ook wel genoemd. Hè. Ja, dus e-leren is veel meer dan gewoon door een hoop tekst scrollen op een uh, scherm. Kan je kan je voorbeelden geven van e-leren? Er zijn heel veel soorten van e-leren. Uh, ik heb er een tiental meegebracht, dat is de, de top tien eigenlijk van de meest voorkomende vormen van e-leren van 2020, hè, van vorig jaar. Uh, daar zie je op nummer 1 staan bijvoorbeeld een MOOC. Een MOOC is de Massive Open Online Course, de online cursus uh, wordt ook wel genoemd, uh, waar heel veel op ingezet wordt en je hebt daar heel veel spelers op de markt. Bij VDAB hebben we daar ook een heel groot aanbod, maar je hebt ook een LinkedIn Learning, een edX, een Coursera, zijn bekende MOOC-leveranciers bijvoorbeeld. De tweede vorm is webinar. De setting waar ons nu bevinden is een vorm, een werkvorm van e-leren. De virtual classrooms is ook een voorbeeld, de virtuele variant op het klassieke groepsles van op afstand, van achter een computer eigenlijk. Online tools, daar zijn er heel veel op de markt. Online quizzen, testen, oefeningen. Google, de zoekmachine is ook een online tool die ingezet kan worden als e-leren. En zo verder en video streaming, live chat. Online coaching, waarbij je van op afstand contact hebt met een coach. Online community, waarbij je mensen vragen en antwoorden kunnen stellen in een community. Social media kan ook ingezet worden als e-leren. En last but not least, online simulaties. De VR, de AR-toepassingen zijn voorbeelden van, van e-leren allemaal. Maar begrijp ik het dan goed dat je al deze soorten gaat inzetten in één specifiek opleidingstrekt? of, of hoe gaat dat in zijn werk? Nee, helemaal niet. Je gaat een combinatie moeten zoeken. Er zijn bepaalde factoren die mee bepalen welke vorm je gaat kiezen. Ja. Een van die factoren heb ik hier ook opgezomd. Het begint alleszins met je leerdoelen. Wat wil je dat je cursisten, je werknemers, leren? Wat moeten ze kennen, wat moeten ze weten, wat moeten ze kunnen, wat moeten ze toepassen? Daar staat en valt alles mee. Op basis daarvan ga je ook kijken van welke ICT kan ik daarvoor inzetten? Welk budget heb ik voor handen? Uh, heb je een groot budget, heb je een klein budget? Ja, als je geen groot budget hebt, dan is VR en AR niet direct de oplossing. Uh, maar in welke mate zijn uw deelnemers en uw lesgevers zelf sturend genoeg? Uh, wat bedoel ik daarmee? Ja, kunnen ze hun leerdoelen zelf definiëren? Kunnen ze hun leeractiviteiten gaan inplannen? Dat, dat bepaalt ook mee de keuze van uw werkvorm. Ook het synchroon, het asynchroon leren. Wil je het live hebben of wil je het er bekijkbaar maken? Met een webinar kan je ze bijvoorbeeld allebei. Maar met andere leervormen gaat het alleen synchroon kunnen. Het asynchroon is bijvoorbeeld e-mailtoepassingen. Dat is een asynchrone werkvorm. Ook formeel, informeel. Wil je het gestructureerd, gepland hebben? Wil je het kunnen meten of laat je het over aan het toeval? Laat je het over aan de spontaniteit? Meebepalend. De didactiek, hoe wil je dat er geleerd wordt, is ook heel belangrijk. En natuurlijk niet te vergeten de schaal over hoeveel deelnemers gaat. Het gaat het over vijf deelnemers, tien deelnemers, honderd deelnemers. Dat bepaalt ook mee de werkvorm. Ja, oké. Okay. Dus uh, als ik daaruit haal, dan, dan hoor ik heel veel maatwerk. En dan hoor ik vooral dat in functie van de beschikbare middelen die een bedrijf heeft en de leerdoelen, gecombineerd met het publiek dat je wilt trainen, dat dat gaat bepalen welke mix dat je gaat maken. Om te komen tot het ideale opleidingstraject voor die specifieke groep, perfect samengevat. Oké, okay, ja. mooi. Goed, dank u. Um, goed, laten we dan eens even kijken naar um, hoe de aanwezige bedrijven bezig zijn met uh, e-leren. En dan komen we aan met een tweede polvraag. De vraag is: waar bevindt u zich vandaag op het vlak van e-leren? En dan is de eerste antwoordmogelijkheid: we doen hoofdzakelijk nog aan traditioneel leren. En dan denk je maar aan het klassieke klaslokaal. Een beetje de schoolse setting. Tweede antwoordmogelijkheid is: we gebruiken vandaag al een combinatie tussen traditioneel leren en e-leren, dus ondersteund door een digitale vorm. Derde antwoordmogelijkheid is dat vandaag bij jullie de meeste trainingen al online gebeuren. Dus denk even na hoe dat de situatie vandaag in jouw organisatie of bedrijf is. En klik even het juiste antwoord aan dat van toepassing is op jouw bedrijf. En dan kunnen we zo dadelijk terugkomen op de antwoorden, die ondertussen ook al aan het binnenkomen zijn. Maar graag veel antwoorden, zodat het enigszins representatief is. Goed, um, Ulrich. We hebben het nu gehad over e-leren, we hebben het gehad over de soorten. We, we weten dat het maatwerk is, we weten dat het ja, op maat moet zijn van bedrijf, maar ook de getrainde. Waarom is e-leren de toekomst? Sowieso, e-leren draagt bij tot competentieversterking. Hè. Dat is de waarom-vraag die we daarnet al beantwoord hebben. Uh, dus het op pijl houden of het ontwikkelen, het versterken van zowel hard skills, soft skills, 21-jarige vaardigheden, digitale vaardigheden, daar kan e-leren toe bijdragen. Uh, maar dat heeft andere voordelen ten opzichte van het traditioneel leren. Bijvoorbeeld flexibiliteit, wat je niet hebt met traditioneel leren, maar je hebt wel heel veel flexibiliteit met e-leren. Flexibiliteit op het vlak van tijd. Je kan het tijdsonafhankelijk bepalen, wanneer je maar wilt. Het kan asynchroon-synchroon verlopen. Maar ook op het vlak van plaats. Het kan plaatsonafhankelijk zijn, waar je maar wilt. Het hoeft niet meer in het klaslokaal. Het kan op de opleidingssloer. Het kan bij de persoon thuis in de luie zetel zijn. Uh, ook het leertempo is flexibel. De lerende kan zelf bepalen van ik wil hier iets erg bekijken. Ik wil eens op pauze doen, duwen, vooruit spoelen, achteruit spoelen. Dat zijn allemaal flexibele manieren. Uh, ook het leerpad. Hij kan zelf bepalen... In welke volgorde hij bepaalde inhouden bestudeert. Ik zou kunnen beginnen met eerst hoofdstuk 3 en dan pas naar hoofdstuk 1 te gaan en dergelijke. Dus het zorgt voor heel wat flexibiliteit. Die flexibiliteit brengt ook toegankelijkheid met zich mee. Want je gaat mensen bereiken die je anders in de klassikale setting niet gaat kunnen bereiken. Denk maar aan alleenstaande ouders bijvoorbeeld. Of, of mensen die minder mobiel zijn. Ja, die kunnen zich s'avonds misschien minder vrijmaken om een opleiding te gaan volgen bij een opleidingsverstrekker. e-leren laat dat toe om dat te doen wanneer je wilt. Maar het laat ook toe om het in te plannen wanneer je wilt. En mensen die heel veel huishoudelijke taken hebben, hè, ze moeten zorgen voor hun kinderen, of voor hun grootmoeder of grootvader en dergelijke, ja, die toegankelijkheid van e-leren is veel groter dan bij traditioneel leren. Beschikbaarheid is ook een heel groot voordeel. Het is beschikbaar just in time en on demand. Dus je hoeft niet af te wachten tot de volgende keer de opleiding gepubliceerd wordt. Je kan er aan beginnen wanneer het jou het beste past. En dit geeft dan het volgende voordeel met zich mee: is dat je ook op maat kunt gaan werken met e Je kunt specifieke programma's gaan maken op maat van de, van de lerende, dus die de noden en de behoeften die de lerende nodig heeft, specifiek gaat beantwoorden. Doordat je leerpaden kunt gaan samenstellen. In een klassikale les, ja, daar is de lesinhoud voor iedereen hetzelfde. En een laatste voordeel is het kostenefficiënt zijn. Je gaat al veel minder gewoon werkverkeer hebben, minder reiskosten hebben. Je moet je niet verplaatsen naar het lokaal. Je kunt het vanuit je luie zetel doen, bij manier van spreken. Dus dat zorgt dat er al minder kosten zijn voor ofwel de werknemer of voor de werkgever. Een ander voordeel is dat je ook veel minder die opleidingen moet, moet gaan opnieuw gaan financieren. Want die inhoud die staat er al, dus die kun je gaan hergebruiken. Er is ook wel een, een kanttekening eraan. Het brengt ook wel onderhoudskosten en ontwikkelingskosten met zich mee. Hè. Het is niet altijd uh, kostenefficiënt, laten we dat duidelijk weten. Goed. Je had het net over synchroon en asynchroon. Kan je dat verschil heel even toelichten? Ja. Dus synchroon en asynchroon. Asynchroon. Een voorbeeld daarvan is e-mail. Ik stuur een mail naar jou. Heel veel mensen verwachten natuurlijk dat je direct antwoordt, maar dat is niet. Dat is geen rechtstreeks contact. Een chat is een voorbeeld van een synchroon toepassing, waarbij je een vraag stelt en ze antwoorden onmiddellijk. Oké, okay, goed. Dan heeft het te maken met real-time of niet. Ja, inderdaad. Oké, okay. nog een, een andere vraag en die is van Evi. Uh, zij vraagt, wat was MOOC alweer? Kan je het even opnieuw ja. even toelichten? MOOC is uh, eigenlijk de Engelstalige benaming voor een Massive Open Online Course. En dat betekent gewoon een online cursus. Dus als je naar VDAB gaat en naar het online leerplatform, daar vind je een hele hoop van cursussen uh, terug die je dan uh, kunt raadplegen. Um, en dat is een voorbeeld van asynchroon, bijvoorbeeld, werkvorm ook. Je bekijkt dat uh, op je eigen tempo, wanneer je wilt. Um, en daar zijn coachingsmomenten aan verbonden, en dan is dan het synchroon uh, verhaal. Ja, en als we dat vertalen naar, laten we zeggen, bedrijven en organisaties, dan gebruiken bedrijven en organisaties hun eigen intranet, waar ze bepaald trainingsmateriaal kunnen ter beschikking stellen en waar mensen dan een cursus op eigen tempo en op de locatie en de tijd die ze zelf willen, door zo'n online cursus kunnen gaan. En dat is het concept MOOC. Inderdaad. Oké, okay, goed. Dank je wel. Dan, dan hoop ik dat dat een goed antwoord is voor Evi. Je hebt nu heel veel verteld, uh, Ulrich, over um, die voordelen van, van dat e-leeren. E is dat ook zo? Zijn er alleen maar voordelen? Nee, dat zoals Johan Cruijff altijd zei, elk voordeel heb zijn nadeel. Uh, dat is ook met e-leren. Uh, er zijn drempels die er zijn en die je moet wegwerken als je mensen wilt laten e-leren. Een aantal van die drempels heb ik hier in kaart gebracht. Dat begint met ICT-infrastructuur. Dat is uh, een drempel die praktisch van aard is. Dus je hebt software en hardware nodig. Dat gaat dus over de beschikbaarheid van laptops, dat gaat over stabiele internetverbinding. Uh, voldoende datavolume, uh, een bereikbaar online leerplatform, uh, beschikbaarheid van digitale tools en zo allemaal. Dus da dat is iets wat je nodig hebt. Maar ook dat mensen aan de andere kant die gaan leren, moeten in hun bezit hebben om daarmee aan de slag te gaan. Een online cursus gaan lanceren en uw doelpubliek beschikt niet over een laptop, dan gaat dat heel moeilijk lukken. En daar wil ik ook een statistiek aan koppelen. In België is nog altijd 7% van de Belgische bevolking is 7% die niet beschikt over een computer of nog nooit heeft gebruik gemaakt van het internet. Dus dat is toch iets om mee te nemen. Uh, dat is een drempel die er is en die je moet wegwerken eigenlijk. Een tweede drempel die daarbij aansluit, is sowieso digitale competenties. Je hebt misschien het materiaal, maar je moet er ook mee kunnen werken. Hè. Je moet een account kunnen opmaken, je moet je computer kunnen opzetten, een e-mail kunnen beantwoorden. Niet iedereen beschikt over die digitale competenties. En dat is een drempel, dat moet je ook opnieuw gaan inschatten. Ik heb daar een aantal cijfers voor. Daar moet ik even hier zelf aflezen, want die ken ik niet van buiten. 29% van de Vlaamse bevolking met een laag inkomen heeft geen internet. Dat is 3 op de 10 heeft geen internet van mensen met een laag inkomen. Dat is een grote drempel. 22% van de alleenstaanden in Vlaanderen heeft ook geen internet. Dat bevestigt de drempel. 68% van de bevolking. Tussen 55 en 74 jaar heeft geen of zwakke digitale vaardigheden. En de helft van de Vlaamse bevolking met migratieachtergrond heeft ook niet die zwakke of digitale vaardigheden. Dat is een serieuze drempel die je zeker moet in overweging nemen. Maar daarnaast heb je ook zelfregulering. Het is misschien gemakkelijk om, ik kan mijn laptop opzetten, ik kan hier ook met een tablet gaan tikken. Maar e-leren ja, houdt ook in dat je veel meer zelfregulering moet gaan doen. Je hebt veel minder sociale steun en veel minder sociale druk ten opzichte van het traditionele leren eigenlijk. Dus je gaat zelf je leerdoelen moeten bepalen, zelf waken over je leeractiviteit. Dus je moet gaan kunnen plannen en organiseren. En daarbij aansluitend heb je ook motivatie. Uh, niet iedereen wilt leren, en dat is de vraag die daar straks ook gesteld werd. G. Uh, dat speelt ook mee. Je hebt intrinsieke en extrinsieke motivatie, maar je hebt ook altijd mensen die niet willen leren. En dat zit op het niveau van de mindset. Durven uit die gouden kooi komen, durven uit die comfortzone komen, durven belemmerende overtuigingen loslaten. En daar is veel werk aan de winkel. Um, en dat is een, een drempel die we ook mee moeten nemen. En dan de laatste twee zijn uh, ook naar lesgevers toegericht. Digitale didactiek. Ja, je moet er niet van uitgaan dat elke lesgever die klassikaal lesgegeven heeft, tien, twintig, dertig jaar, dat die morgen in staat is om digitaal te gaan lesgeven. Dit vraagt een andere aanpak. Dit vraagt ook omzetting van leerinhouden uh, van een klassikale vorm naar een digitale vorm. Dat kan je niet verwachten dat dat op 1, 2, 3 gebeurt. Dus daar moet je ook mensen in gaan ondersteunen. En een laatste drempel is privacy en security. Heel belangrijk voor organisaties, want je stelt je netwerk open voor allerlei soorten toestellen vanuit verschillende locaties, van op verschillende netwerken. Dit brengt, kan security problemen met zich meebrengen. Ik denk dat we het allemaal wel al in de kranten gelezen hebben van ransomware en hacking aanvallen, dat steeds meer stijgende is. Dat moet je dus meenemen als organisatie. Maar ook op het vlak van privacy. Als je mensen op maat wilt gaan begeleiden, dan ga je data moeten verzamelen van deze mensen. En dan moet je rekening houden met hun privacy, met de GDPR-wetgeving. En ook vanuit de lerenden. Sommige lerenden geven niet graag hun thuisruimte vrij. Hè? En daarmee willen ze hun webcam bijvoorbeeld niet aandoen. Dat zijn drempels die je allemaal moet meenemen... En die te gaan verzorgen, als je die gaat overwinnen, dat e-leren wel succesvol wordt. Maar daar ligt ook wel de grootste uitdaging. Dus het is een heel genuanceerd verhaal. Als we zowel de voordelen als de nadelen of de drempels bekijken, dan denk ik dat we die inderdaad kunnen onderverdelen in twee niveaus. Je hebt een technologisch luik, die dan vooral bij de kant van het bedrijf of de organisatie ligt. Je hebt ook een menselijk luik. En het menselijk luik situeert zich dan op het vlak van de trainer, die moet kunnen, moet willen. Maar ook de trainee, de lerende, die inderdaad ook de juiste mindset moet hebben... Um, om het inderdaad ook over een digitale boeg te gaan gooien. Goed, um, dit gezegd zijnde stel ik voor dat we even gaan kijken naar de antwoorden die uh, jullie hebben doorgestuurd op de tweede vraag. En de tweede vraag was: Waar bevindt jouw organisatie zich vandaag op het vlak van e-leren? En dan um, ga ik even kijken naar de antwoordmogelijkheid drie. De meeste trainingen gebeuren vandaag al online bij ruim 10% van de aanwezige bedrijven. 12% om juist te zijn. Um, er zijn anderzijds ook nog bedrijven die het hoofdzakelijk traditioneel doen. Daar zitten we op een derde, of bijna een derde. 31% van de antwoorden die we daar hebben gekregen verwijzen naar antwoordmogelijkheid A. Ja, wij doen toch nog hoofdzakelijk aan traditioneel leren. Uh, wat ons denk ik... Vreugdevol stemt, is dat uh, bijna 60 procent van de mensen die hebben geantwoord uh, zeggen van wij gebruiken vandaag al een combinatie tussen een traditionele aanpak en e-leren. Conclusie? Mooi. We zijn de goede weg op aan het gaan. Hè? Dat is een ja. goede conclusie. En ja, die 10% was dat je zei, van traditioneel leren? Ja. ja, Dat hangt waarschijnlijk ook heel veel af van de aard van je, je doelgroepen. Uh, ja, het was, het was ja. 31% die inderdaad nog op traditioneel leren zit. Ah, ja. okay. um, maar dat is inderdaad waarschijnlijk in functie van de doelgroep. En ja. waarschijnlijk ga je in sommige doelgroepen niet uh, mogelijk dat stukje technologie kunnen integreren. Ja. Of hebben die bedrijven dat nog niet kunnen integreren. Uiteindelijk, als je... Een conclusie maakt uit dit verhaal, dan kom je eigenlijk tot drie verschillende profielen van bedrijven in termen van digitale maturiteit. Ja, inderdaad. Dus een, dus de, de cijfers zeiden net ook: hè. je hebt drie categorieën, drie grote categorieën, waarin uh, zowel de, de organisatie bereid is om e-leren te gaan implementeren en dus digitale bereidheid is en ook een, waar de technologische maturiteit er is om met e-leren om te gaan, hè, waar die drempels dan al dan niet weggewerkt zijn. En die drie categorieën, we hebben daar een naam aan gegeven. Dus de eerste categorie is de digital rookie, hè, de digitale be beginner. Die zitten nog op, op, op niveau van een baby eigenlijk, als je dat vergelijkt met een mens. Uh, dus zijn Weinig bereid en dat heeft ook vaak te maken, zoals we net zeiden, met de aard van de doelgroep. Maar dat heeft ook te maken met een gebrek aan infrastructuur, gebrek aan kennis uh, en inhoudelijke problemen. Uh, die hun trainingen gebeuren voor bijna 100% traditioneel, klassicaal. En die zijn dus ook afhankelijk uh, van een lesgever uh, en veel minder afhankelijk van technologie. Dan heb je de categorie. Daartussenin, de digital doubter, de twijfelaars, die hebben geïnvesteerd in het, in het digitale verhaal. Die zijn bereid om ermee aan de slag te gaan, maar ze hebben daar nog vragen mee. Iedereen is nog niet mee of ze weten nog niet hoe ze het moeten doen. Maar ze zitten in de maturiteit. Ze hebben kinderstappen gezet uh, om te groeien. Uh, en dan de derde categorie is de digital lover, de digitale minnaar. Ja, die, die ademt uh, e-leren in en uit. Die zit op een volwassen niveau... Maar dat is geen eindpunt. Uh, en die gaan dus eigenlijk meer dan, 100%, ay, meer dan 80, 90 procent aan de slag met, met, met digitale vormen van leren. Uh, voilà. Oké, okay. voor we naar het uh, derde onderdeel van deze webinar gaan, ga ik even toch naar een vraag van Marijke. Die zegt van: is er juist geen discrepantie tussen online leren en maatwerk? En ze, ze voegt eraan toe, hoe kan de leerder te midden van vele. Op voorhand opgenomen webinars zijn individualiteit toch opgelost zien? Want e-leren is veel anoniemer. Het is een, een, heel, een heel interessante vraag. Het, is, ja, het begint sowieso met de keuze van uw werk. Inderdaad, zoals je zegt, een webinar, ik zie jullie niet staan. Spijtig, eh, want dan kun je ook niet met interactie gaan met het publiek. Hè, want verbaal en non-verbaal, dat is. Ja, het non-verbale zie ik niet, het verbalen moeten jullie gaan typen. Uh, maar het brengt ook wel voordelen mee dat je het wel kunt gaan bekijken wanneer je wilt. En als je dat dan gaat combineren met een andere leervorm, uh, bijvoorbeeld het online coachen of het fysieke coachen, het moet niet altijd uh, digitaal zijn, dan ga je daar wel uh, in die combinatie wel daar efficiëntie uithalen. Ja, en ik zou zelfs nog willen aan toevoegen dat je inderdaad in een klassieke setup. Je hebt het er straks vermeld in een klaslokaal. ...allemaal hetzelfde trainingsmateriaal aanbiedt... ...en dan zit iemand die dat al goed beheerst... ...bij wijze van spreken met zijn of haar vingers te draaien. In een online traject, en dan ga ik terug even naar Marijke... ...in een online traject, Marijke, kan je inderdaad kiezen... ...dat je een bepaalde module niet aanbiedt aan een bepaalde lerende... ...omdat je weet dat daar al een bepaalde basiskennis aanwezig is... ...waardoor die lerende een... Traject krijgt waar je bij wijze van spreken start op hoofdstuk 3 in plaats van hoofdstuk 1. Daardoor kan je inderdaad ook wat maatwerk bieden met, laten we zeggen, standaard materiaal, aangevuld terecht, Ulrich, zoals jij het zei, met online coaching, waar je inderdaad met je zeer specifieke individuele vragen terecht kan bij een coach op een moment dat jou het best uitkomt. Ik hoop, Marekje, dat dat een antwoord is op, op jouw vraag. Um, goed, we hebben het. het Model, het, de drie verschillende profielen gezien. Ik stel voor dat we nu inderdaad even gaan kijken naar een aantal hele concrete um, good practices. Concrete tips die de bedrijven die nu aan het volgen zijn, eigenlijk kunnen mee toepassen in hun bedrijf. Eerste tip, Ulrich. Ja, de eerste tip sluit aan met het organisatiemodel waar we het net over hadden. Dus het doel van elke organisatie als je aan e-leren of elke vorm van leer gaat doen, is dat je de competenties gaat versterken van je medewerkers. Dat is het doel. Uh, maar het is afhankelijk van op welk niveau je je bevindt op e-leren, ja, ga je andere prioriteiten moeten stellen om dat doel te gaan bereiken. Bijvoorbeeld als je een digital rookie bent, ja, dan, dan zit dat nog in die babyschoentjes eigenlijk. Dan moet je daar niet in één keer met een leerplatform afkomen, want je mensen zijn niet mee. Dus daar moet je klein beginnen met technologie. Begin met een aantal online tools. Laat de mensen experimenteren. Voorzie daar ook de tijd en de sukkelruimte voor. Uh, voorziet formele, informele lerende netwerken waar ze het kunnen bespreken. Uh, naar uw lesgevers toe organiseert trainer trainerprogramma's. Waar ze met die digitale tools aan de slag kunnen en hun didactiek kunnen gaan versterken. En laat vooral de betrokkenheid, laat uw medewerkers ook mee beslissen uh, welke de juiste vormen zijn om uh, te leren. Eigenlijk. Voilà. Tweede niveau, de digital doctor. Die zit tussen de twee in. Ja, daar is het vooral, zij de vooral afhankelijk nog van... Uw uh, basisopleiding, zijn nog vooral afhankelijk van uw lesgevers en van de beschikbaarheid van lokalen en dergelijke. Dus daar is het advies van het ratio van de online trainingsmogelijkheden van dat verder uit te breiden. En eventueel over te schakelen, schakelen op een LMS, op een Learning Management Systeem, waarbij je de documentatie, de rapportering, de tracking en dergelijke kunt gaan invoeren. En dan Digital Lover, die zijn er nog niet, hè. Die staan wel verder, die zitten in een ander stadium, maar die zijn er nog niet. Daar moet je vooral focus leggen op het verbeteren van de betrokkenheid van werknemers, het engagement van die mensen, maar ook de kwaliteit van je aanbod. Het gaat over het evalueren van de tools die je ter beschikking hebt en daarvan dan ook gaan verbeteren. En op het personaliseren van het aanbod, dus op maat, op maat en op beantwoorden aan de noden en de behoeften van de deelnemers. En daarvoor kun je bijvoorbeeld gebruik maken van Learning Analytics. Oké. Okay. Aansluitend op dit punt uh, van die prioriteiten en die, die profielen, um, Ulrich, is er een vraag binnengekomen van. Um, even kijken van Freddy, die zich de vraag stelt: want het gaat over kwaliteit van het trainingsmateriaal en hoe ga je dat op termijn altijd verbeteren? Uh, de vraag van hem is: hoe ga je eigenlijk als een professionele cursusaanbieder je ervan verzekeren dat de vaak duur betaalde inhoud niet gekopieerd wordt en een eigen leven gaat leiden, los van jouw jou eigen organisatie? Heb je dat in de hand met klassikaal leren, vraag ik mij dan af? Dat is hetzelfde, hè. Ik kan als, les, ik kan als deelnemer in uw klas gaan zitten, alles opschrijven, op manier van spreken, en dan kan het achteraf ook zijn eigen le leven leiden. Uh, dat, is, dat is altijd het risico, hè. Uh, je kunt natuurlijk ook alles achter slot en grendel plaatsen, maar dan gaat dat impact hebben op het, de manier van leren en op de vrijheid die lerenden hebben, eigenlijk. Hè? Het is wieken en wegen, in twee richtingen. Je gaat nooit geen oplossing hebben die allesomvattend is, alleszins. Oké. Okay. Goed. Um, Ulrich, heb je een tweede tip? Ja, zeker en vast. Tip 2 gaat over die drempels, hè. die drempels wegwerken, die randvoorwaarden. Het is heel belangrijk, voordat je aan de slag gaat met e-leren, dat je gaat die randvoorwaarden, die drempels gaat inschatten. Wat zijn de digitale vaardigheden van mijn deelnemers? Wat zijn hun zelfsturende vaardigheden? Beschikken ze over de juiste ICT-infrastructuur? Uh, hebben ze internet? Hebben ze een laptop? Dergelijke. Uh, en dat gaan afchecken als zij dan wel aan e leren kunnen gaan doen. Sommige mensen gaan, spijtig genoeg, dat niet kunnen aan doen. Maar dat wil niet zeggen dat je die overboord moet gooien of aan hun lot moet overlaten. Je kunt die mensen gaan ondersteunen, gaan begeleiden, gaan opleiden om die drempels gaan weg te werken. Om maar een voorbeeld te geven, je kan laptops gaan voorzien voor de mensen die dat niet hebben. Of een internetabonnement. Of je kan een leercoach gaan aanstellen die die mensen gaat helpen met het formuleren van hun leerdoelen, het plannen en het organiseren van hun leeractiviteiten. En zo heb je verschillende voorbeelden die je kunt gaan toepassen. Dat is heel belangrijk. Goed inschatten, afchecken en vooral laat ze niet aan hun lot over. Maar toch ga je soms in de situatie komen dat wanneer je e-learning aanbiedt aan je groep lerenden, dat de e-learning overvloeit naar e-reading. Hoe ga je proberen die mensen toch mee te nemen? En dan zeer, zeker uh, mensen die wat verder staan van die digitale wereld, mensen die wat ouder zijn. Hoe ga je proberen toch dat e-leren erin te krijgen en het niet te houden bij e-reading? Uh, eerst en vooral raad ik aan voor de in te schatten wat de competentie-gap is eigenlijk. Wat heb, je, wat heb je nodig om die gewenste situatie te bereiken, om te kunnen e-leren in plaats van e-readen? Dan moet je gaan inschatten wat hun huidige situatie is. En als je weet op welk niveau ze zich bevinden, ja, dan kun je ook voorzien dat ze het niveau moeten halen vooraleer dat ze aan de opleiding starten. Kan je bijvoorbeeld een, een workshop organiseren waar ze leren werken met de digitale tools, bijvoorbeeld. Bij wijze van voortraject. Ja, inderdaad. Ja. Oké, okay, prima. Goed. Um, heb je een derde tip? Ik heb er nog. De kracht van herhaling is de derde tip. Dus de manier van leren, dus ook van e-leren, het maakt niet uit als het e-leren is, maar ook elke vorm van leren, heeft invloed op hoeveel er iets onthouden wordt. Dan verwijs ik naar een, een onderzoek van de Duitse psycholoog Herman Ebbinghaus. Die heeft onderzoek gedaan naar het vergeten, het niet onthouden. En daar zie je in deze uh, grafiek, in de vergeetcurve, dat wat je vandaag geleerd hebt, dat je morgen al de helft kwijt bent. Dat de helft er meer onthoudt. Als je dan kijkt naar dag 4, heb je maar 20% meer over van wat je, onthoud, wat je geleerd hebt vandaag. En na een week zit je op 10% van wat je onthoudt. Dus je hebt heel veel verlies van wat je leert. Natuurlijk, dit is afhankelijk van persoon tot persoon, hè, want daar speelt ook het mindsetverhaal in mee. Hoe staat die persoon ten opzichte van het leren? Hoe ingewikkeld is de leerstof? Hoe belangrijk is die leerstof? Dus dat speelt daar ook in mee. Maar als je wilt dat je werknemers meer gaan onthouden, dan moet je een, een andere leervorm gaan toepassen. En een van die leervormen is bijvoorbeeld gespreide herhaling, spaced repetition. Wat houdt dat in? Is dat je eigenlijk gaat herhalen. En elke keer als ze meer onthouden, het tijdsinterval gaat verlengen. Dus hier in deze grafiek begin je vandaag met leren. Morgen doe ik opnieuw uh, een oefening. Binnen drie dagen doen we dat opnieuw. En binnen op het eind van de week doen we dat opnieuw. En zo kun je ook e-learning heel goed gaan gebruiken. Vandaag begin ik met een video die in een stappenplan bijvoorbeeld uitlegt hoe je iets moet doen. Morgen doen we er een, een oefening voor over, die je via e-mail toegestuurd krijgt. Binnen drie dagen ga je naar online coaching en op het einde van de week doen we een online quiz bijvoorbeeld. En we gaan steeds hetzelfde herhalen, maar op een andere manier. En daar is e-leren zeer geschikt voor. Dus ik mag samenvatten: herhaling werkt. We passen dat toe op kinderen. Waarom zou het niet ja. werken op volwassenen die in ons bedrijf Inderdaad. werken? Inderdaad. Oké, okay, mooi. Um, tip vier misschien? Tip vier gaat over actief leren. Uh, en als je kijkt naar. Ja, de manier waarop ik het vroeger op geleerd heb, is van er zat een leraar voor mij en die vertelde mij zijn lesinhoud. En, uh, ja, dat is passief leren. Ik luisterde en ik schreef wat op. Ik probeerde bij te blijven, wat niet altijd lukt. Hè, want ik wou dan alles uitschrijven. Dat lukt niet. Dat heb ik ook afgeleerd. Maar daar is passief leren is eigenlijk niet goed voor, te, voor efficiënt te leren. Voor beter te onthouden. Actief leren is daar het tegenovergestelde van. Uh, en dat wil ik even quoteren. Uh, Tim Surma heeft daar een heel goede quote over. Het zweet moet niet aan de juiste rug plakken. En dat is niet aan mijn rug als lesgever of learning and development professional, maar aan de rug van de lerende. Dat wil zeggen dat je eigenlijk met actief leren je lerende gaat centraal stellen in het leerproces en niet meer de lesgever. Dus je lesgever is niet meer docent, maar die wordt een facilitator, dan wordt een coach die de lerende gaat begeleiden in zijn leerproces. Um, en daar is online leren ook weer zeer geschikt voor. Hè. Het blended leren, het flipped classroom, brengt heel wat voordelen met zich mee om efficiënter en actiever te leren op de werkvloer. En als je het dan hebt over een flipped classroom, dan bedoel je eigenlijk dat het niet de trainer is die zijn lesmateriaal gewoon, laten we zeggen, doorgeeft aan zijn groep, maar waarbij hij een aantal vragen stelt, een aantal oefeningen geeft en waarbij de lerenden die oefeningen gaan toepassen en op basis daarvan zelf dingen leren. Inderdaad, en ook zelf aangeven wat ze niet weten, en waar dan de leraar, de lesgever, daar ook mee aan de slag kan gaan. Ja, oké, okay, mooi. Dus ik onthoud dan vooral overgang naar actief leren. Ja, ik heb daar nog een aanvulling op, als ik even mag. Zeker. Als je op zoek bent naar mooie vormen van leren, wil ik toch even een website aanraden. Uh, het is van de Australische Universiteit, de Griffith University uit Queensland. Ze hebben een heel grote database van uh, voorbeelden van actief leren. Dus ga daar gerust eens op kijken. Die zijn niet enkel toepasbaar in uh, universitaire context, die zijn zeer breed toepasbaar. Dat is een pareltje van een database. Dus als je aan de slag wilt gaan, daar zeker een kijkje gaan nemen. Mensen die de URL graag hebben, gaan even naar de video-on-demand-versie van deze webinar vanaf straks. En dan kan je hem daar gewoon even ophalen. Um, is er nog tijd voor een vijfde tip, Tim um, Ulrich? Ja, zeker. Ik denk dat we nog tijd hebben. Hè. Ja. ja, zeker en vast. Vijfde tip: hè. korte leerblokken. We hebben het daar straks ook al gezegd. Als je de hele dag uh, je hoofd volgepropt wordt met informatie, met theorieën, ideeën, die dingen allemaal, morgen zijn de helft al vergeten. Dus ja, waarom zouden we dat niet beter aanpakken? En dan zijn korte leerblokken een welkom geschenk eigenlijk. Ze zijn snel consumeerbaar, gemakkelijk consumeerbaar en die kunnen ingepland worden in je dagelijkse taken. Tussen twee taken in kan je een video gaan bekijken van een vijf à tien minuten bijvoorbeeld. Dat zorgt voor meer focus en voor meer leren in veel minder tijd. En dat is ook een van de voordelen van e-learning, het flexibel leren, dat je zelf kunt bepalen waar en wanneer je gaat leren. Eigenlijk. Een voorbeeld daarvan is onze EduTube bij VDAB, waar wij uh, de module snijtechnieken, wat een onderdeel is van de opleiding van de Horeca, van chef Kok, uh, eigenlijk aangepakt hebben met allemaal kleine video'tjes, Per video één topic die echt to the point gaat, die uitlegt van hoe maak ik een brunoise bijvoorbeeld, hoe snijd ik een julienne. De lerende bekijkt die video en kan direct daarna mee aan de slag gaan en kan eventueel terug gaan er bekijken als hem het nodig heeft. Ja, en ik ben er zelf ook even naar gaan kijken. Je krijgt inderdaad heel mooi uitgelegd hoe je die techniek onder de knie moet krijgen en die wordt in datzelfde filmpje van Ocharm een minuut of anderhalve minuut na het einde ook nog herhaald. Goed. Um, zesde tip. Zesde tip. Ja. Straks had ik het over de verschillende vormen van e-leren. Ja, daar beperkt het zich niet toe, uiteraard. Je moet dat ook gaan ontwerpen. Uh, en daar heb je de ontwerpprincipes van Richard Mayer, die zeker welkom zijn. Die heeft er twaalf gedefinieerd, ook na wetenschappelijk onderzoek. En die heeft dat gebaseerd op zijn cognitieve theorie van multimediaal leren. Die cognitieve theorie van multimediaal leren, wat is dat? Kort samengevat, want ik kan er uren over praten, is dat je eigenlijk beeld en woord, als je dat in de juiste combinatie gebruikt, ga je eigenlijk beter onthouden, efficiënter leren en ga je minder je cognitieve, uh, ja, je minder cognitieve overbelasting creëren. Gaan je hersenen beter functioneren, functioneren eigenlijk. Ik ga ze hier niet alle twaalf uitleggen, ik kijk ook even naar de tijd. Ik ga er, daar, uh, er twee uitpakken. Hè. Bijvoorbeeld het coherentieprincipe. Bijvoorbeeld. Ja, dat is de lerende kan beter onthouden wanneer je alles wat niets te maken heeft van beeld en, en woord met het topic waarover het gaat, van dat overboord te gooien. Achtergrondmuziek is daar een heel goed voorbeeld van. Smet dat overboord, dat zorgt voor cognitieve overbelasting. Uh, het voorbeeld uh, nummer zes, segmentatie, dat is eigenlijk, sluit aan met het verhaal van de vorige tip, van de korte leerblokken. Gaat uw lesinhoud opsplitsen in kleine leerblokken en gaat tot de essentie. En als ze de essentie begrijpen, zijn ze ermee weg. En zo heb je twaalf tips die ik zeker aanraad van Google dat. Uh, en je gaat er heel veel informatie over vinden en gaat u zeker helpen met het ontwikkelen van uw e-leervormen. Oké, okay. ik denk dat we naar de laatste tip kunnen gaan. En dat is dan een mooie afsluiting, denk ik, van deze webinar. De laatste tip is een quote, een wereldberoemde quote van Richard Branson. Train mensen goed genoeg, zodat ze kunnen verstrekken. Maar behandel ze goed genoeg, zodat ze het niet willen. Dat bestaat uit twee delen. Hè. Train ze goed genoeg, dat wil zeggen, voorzie een goede opleiding... Ik heb het daar straks ook al aangehaald, het voordeel van een goede leercultuur is dat het zorgt voor productiviteit, marktgroei, grotere klanttevredenheid. En dan komt het tweede deel, behandel ze goed genoeg zodat ze het niet willen. Ja, dat gaat over het behouden van je werknemers. En daar zit toch de angst bij heel veel werkgevers van, ik ga een opleiding voorzien en morgen worden ze weggekaapt door een concurrent of gaan ze in een andere sector aan de slag. Als je mensen bemint, dan gaat dat veel minder gebeuren. En niet beminnen zoals Casanova dat deed, maar beminnen in de vorm van de mensen op de juiste manier belonen, ze de ruimte te geven om te experimenteren, ze motiveren, ze inspireren en ze nieuwsgierig maken. En daarmee wil ik eigenlijk heel het verhaal van levenslang leren en leren mee samenvatten. Oké, okay, dat is een hele mooie samenvatting. Dankjewel, Ulrich. Ik ga ondertussen nog heel even kijken. Of er nog vragen zijn binnengekomen. En er is er nog eentje van Cindy die vraagt of de PowerPoint achteraf gedeeld wordt. Ja, Cindy, we gaan die achteraf delen op onze landingspagina vdab.be-webinars. Daar vind je enerzijds de link om deze webinar te herbekijken, maar daar ga je ook de PowerPoint terugvinden. En daarmee zijn, denk ik, even kijken, alle vragen beantwoord. En dan zijn we, denk ik, ook aan het einde gekomen van deze webinar. Voor we echt gaan afsluiten. Zou ik heel graag uh, jullie verwijzen naar de evaluatie. Dat is, een, uh, ja, een, 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 dat is informatie die wij echt wel nodig hebben, die we, waar we afhankelijk zijn van u als uh, bezoeker en die ons helpen om de webinars in de toekomst beter te maken en nog markt- of arbeidsmarkt- of praktijkgerichter. Dus klik even op de knop van de evaluatie op je scherm, en dan kan je die straks ook nog even invullen. Zo, um, Ulrich, ik zou jou dan heel graag willen bedanken voor je toelichting. Heel graag gedaan, Guy. Ik zou ook u, als kijker, heel graag willen bedanken voor de aanwezigheid, voor de vele vragen. En we hopen alvast dat u iets hebt opgestoken over e-learning. En dan zien wij u graag een volgende keer weer. Dag!